Weekoverzicht van 9 tot en met 20 september. Aan de Lange Straat staat een pandje wat op het punt staat gesloopt te worden. De 18e eeuwse constructie is nog grotendeels aanwezig. Het pand behoort tot de oudste nog bestaande bebouwing van Hilversum. Er is dus alle reden om het te behouden. Echter, de gemeente heeft al een sloopvergunning afgegeven. Stop de sloop. Ja, er wordt weer een mooi historisch pand in Hilversum gesloopt en dat moet gestopt worden. Ja, ik ben van Albertus Perk. Wij hebben een monumentenaanvraag gedaan voor het pand. Het is een van de weinige 18e eeuwse panden die we in Hilversum nog hebben. Ongeveer 250 jaar oud, ongelooflijk zeldzaam. Is al heel veel van verdwenen en laat dit nu alsjeblieft staan. De monumentencommissie zegt ook, het is monumentaal, monumentwaardig. Bescherm het, sloop het niet. Daar komt het op neer. En hoe is dit zo ver gekomen? We hebben het al een tijdje onder de aandacht van de politiek gebracht. Maar die hebben het eigenlijk een beetje laten sukkelen in het goede vertrouwen dat de eigenaar wel netjes zou wachten met de sloop totdat het onderzoek was afgerond. En nu blijkt dat ondanks de suggestie die het college heeft gedaan dat er niet gesloopt zou worden, dat de eigenaar snel is gaan slopen. Want als de monumentenstatus wordt toegekend, ja, dan kan die het niet meer slopen. Maar dat is toch zo dat ze dat ook moeten weten? Ja, maar wat je in Hilversum eigenlijk iedere keer ziet in het centrum is dat ook de gemeente denkt vanuit een kale vlakte. Ze gaan gewoon een plan maken, ze kijken niet eerst wat staat er aan historische bebouwing, wat is waardevol om te behouden. Nee, er wordt gewoon een plan gemaakt en achteraf komt er dan verzet, protest. Hey, het is toch waardevol en dan zijn we met z'n allen te laat. En zo zien we iedere keer weer die nieuwe blokkendozen komen omdat er totaal niet wordt gekeken wat is er aan waardevolle bebouwing die je nog kan hergebruiken. En wat zou er hier dan komen dan, stel dat het gesloopt gaat worden? Nou, er ligt nu een plan wat ontwikkeld is in samenwerking met Dudok Wonen voor een zorghotel. En dat is een enorm fantasieloze blokkendoos met een gigantisch volume van 4 bouwlagen. En ook in dat opzicht zal Hilversum weer verarmen, want architectonisch draagt het niks bij. Kan toch niet waar zijn? Nee, dat dachten wij ook. Kijk, dit pandje, het is de vraag of het nog te redden is. Het is ongelooflijk treurig. Maar wat we nu in ieder geval met z'n allen moeten gaan doen, en ik denk dat de politiek daar ook wel klaar voor is, ga een betere visie maken op het centrum. Ga kleinschalig veranderen, vernieuwen. Hergebruik wat je hebt aan kwaliteiten. En stop die sloop iedere keer weer. Met de nacht van de architectuur hebben ze toch wel kunnen leren dat Hilversum toch echt dat niet over nagedacht wordt. Blijkbaar onvoldoende, dat blijkt nu maar weer, dat zie je. We moeten echt maatregelen nemen. Nou, je ziet ook echt een kentering. De Commissie voor Welstand heeft ook in zijn voorwoord aangegeven dat er een nieuw beleid moet worden ontwikkeld. Minder grote bouwvolumes. En ook in de politiek zie je daarin een kentering. VVD-voorzitter Joost van Geelsen heeft een voorstel gedaan. Dat wordt omarmd door D66. En de lokale partijen en SP waren ook altijd voorstander van. Dus we hebben goede hoop dat er nu een kentering komt. Maar er moet doorgezet worden. Zaterdag 7 september werd in Hilversum het speelpaleis De Kinderplaneet geopend. Wij namen even een kijkje. Zaterdag was een spetterende opening. Hoe was het? Het was fantastisch. Het was echt super en we zijn alle drie blij. Ja, en tevreden. Veel mensen komen kijken. Het was echt leuk. Echt leuk. En kinderen. En de kinderen. Ja. Volgens ons, ze waren ook echt blij. Ja, ja. En hoeveel kinderen waren er? Oh, wij hadden ongeveer 50 kinderen op onze eerste dag. Het was echt groot, enorm succes. Ik hoorde nog dat er nieuwe speelgoedjes bij kwamen. Ja, over één week komt de leuke spelstructuur met de glijbaan en ballenbak. Is er ook eten en drinken? Nee. Nee. Geen eten en drinken. De kinderen kunnen alleen hier spelen. Mijn naam is Carolina. En mijn rol is om te zorgen dat kinderen hier leuk spelen, veilig spelen en plezier hebben. En de ouders kunnen zeg maar, zo zorgeloos winkelen doen. Het kost 5 euro per kind per uur. Maar wij hopen dat in de toekomst we kunnen iets leuker voor de familie, voor de hele gezin aanbieden. Vrijdag 6 september was er in de Vorstin de première van de interactieve theatervoorstelling Like 11+. Theatergroep Playback speelde het stuk voor leerlingen van het Albertink Tijm College.
De voorstelling gaat over pesten en cyberpesten. Dat is natuurlijk wel, hè, dat ze deze voorstelling maken voor kinderen van 14, is omdat dat wel de leeftijdsgroep is die veel op internet zit en veel gebruik maakt van sociale media. Het vervelende van cyberpesten is dat dus alle mensen die in zo'n groep zitten, of je zet iets op Facebook, iedereen die bevriend is met je, iedereen ziet het. Ja. Dus het is ook niet alleen maar van tussen jou en mij, maar het gebeurt met ineens veel grotere groepen. En dan wordt het ook nog anoniemer en bedreigender en houdt het niet meer op. Na de voorstelling was er gelegenheid voor de leerlingen om te reageren. En ook samen met de acteurs scènes overspelen. Ik kan me wel voorstellen dat het goed is om met kinderen daarover in gesprek te gaan en om ze daarvan bewust te maken. Juist omdat het niet gewoon is om zo met elkaar om te gaan. Ja. Tips geven heel erg. Analyseren gingen ze ook waarom het gebeurt en dat een pester ook vaak onzeker is. Dus ze gaan zich heel erg verplaatsen in wat er is gebeurd in de voorstelling. En het leuke aan het interactieve is dat ze gewoon wat ze hebben opgebouwd of hebben bedacht meteen kunnen testen in het echt. Hey, sukkel, dat is niet aan! Ja, we hebben ook gekregen van wat je wel niet moet doen, dat je voor je klasgenoten gewoon moet opkomen als je weet dat er iets gebeurt. Er is ook een docententraining of een docentenmasterclass en een ouderavond voor ouders ontwikkeld om het eigenlijk integraal aan te pakken. Dus altijd is de doelgroep, de basis is die jongeren, maar we proberen wel van alle kanten het bespreekbaar te maken. Aanstaande zaterdag zal de nieuwe stichting Vrienden van Puursmaak zich presenteren aan het publiek tijdens rondje 35. Deze stichting is opgericht om een bijdrage te leveren aan de dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking in restaurant Puursmaak. Dus we hebben een licht verstandelijk gehandicapte, we hebben mensen met Down-syndroom, met autisten. Dus we hebben echt een heel breed palet van de doelgroep. En dat is eigenlijk een beetje waar de stichting ook voor zorgt. Het is een overkoepelend, die zwerft een beetje boven ons dak van het restaurant Puursmaak. Het allerbelangrijkste is natuurlijk waarom Puursmaak niet door kon gaan, is dat het vervoer qua kosten begon het gewoon niet, kon het niet meer betaald worden. Doordat zij ongeveer meer dan de helft moesten bezuinigen op de taxikosten en waardoor het een hele dure aangelegenheid werd en wordt. Dus ook door Den Haag bezuiniging heeft de aanvoer stopgezet. We hebben twee dames en één jongen, die wilden niet mee met Amelpoort, dus die zijn hier bij ons gebleven. En er zitten nu twee mensen in de proefperiode. Nou, we gaan druk bezig met de Mozarthofschool, de Mozartschool die daar stages wil gaan doen bij ons. Nou, dat is working in progress. 14 en 15 september is het weer zover, de landelijke Open Monumentendagen. Samen met Albert Sperk en Museum Hilversum organiseren wij sinds vorig jaar en het jaar daarvoor, maar ook in de toekomst hopelijk, nog steeds de Open Monumentendagen. De geschiedenis van het weversdorp Hilversum is te kort om er oude kastelen, grote paleizen of immense kathedralen te verwachten. Toch is de Open Monumentendag dit weekend in de stad van het Jonge Monument zeer de moeite waard. In de folder, die onder andere bij het VVV is te krijgen, staat extra informatie over de panden en ook nog een hele handige plattegrond. Monumenten kunnen we heel vaak aan de buitenkant zien, alhoewel niet iedereen weet welk pand een monument is. Maar bij de Open Monumentendagen is het zo dat de mensen ook naar binnen mogen en binnen kunnen kijken hoe het eruit ziet. Gelukkig hebben we dit jaar ook een aantal nieuwe zaken erbij gekregen. Dat is bijvoorbeeld het Kartongerecht, maar ook de Sociëteit Unie hier vlaknaast. Een particulier huis van de familie Snieder op de Nassaulaan 29. Aan de buitenkant niet eens zo bijzonder, dat klopt. Maar het gaat hier juist om de binnenkant. Prachtig beschilderde plafonds. Om de monumentale panden herkenbaar te maken, heeft Albertus Sperk een schildje laten ontwerpen. Aanstaande zaterdag zal het eerste schildje 's middags om 1 uur op de Tesselschadekerk aan de Tesselschadelaan bevestigd worden. Mensen zijn er uitgenodigd om daarbij te komen kijken. De wethouder zal dat doen. De Open Monumentendagen zijn aanstaande zaterdag en aanstaande zondag. Niet alle monumenten zijn op beide dagen open, maar in de folder staat precies op welke 21 monumenten die komende zondag en zaterdag te bezichtigen zijn.
15 december wordt het station Hilversum Noord veranderd in Hilversum Mediapark. Station Hilversum Mediapark. Sinds 1997 geeft de gemeente Hilversum geen subsidie meer aan schoolzwemmen. Hoe denkt Hugo Reiners van Zwembad de Lieberg hierover? Ja, dat is zonde, want ik denk dat bewegen gewoon heel belangrijk is voor kinderen. Voor alle leeftijden trouwens. En of dat dan in de vorm van lichamelijke opvoeding, gymlessen of zwemles is, ik denk dat dat niet zoveel uitmaakt. Het gaat vooral om het bewegen. En dan zien wij ze natuurlijk als zwembad, het liefst hier. Het wordt niet aangeboden, dus ouders die zullen er ongetwijfeld een mening over hebben. Alleen ze zullen dan een alternatief moeten zoeken. En dan in heel veel gevallen kiezen ze dan voor ons zwembad. Alleen dan zijn de kosten natuurlijk volledig voor de ouders. En dat is voor sommige ouders dan een reden om het bijvoorbeeld niet te doen. Of pas heel laat, dus als kinderen pas 6, 7, 8 jaar zijn. Het is juist een ideale leeftijdsgroep qua motoriek om ze wat aan te leren. Alleen ja, in een land als Nederland met zoveel water, is het hoe eerder je ermee begint, hoe beter, hè? Hoe veiliger kinderen zijn. Vandaar dat wij ook vanaf 4 jaar de zwemles eigenlijk aanbieden. Volgens Hugo Reiners is zwemmen steeds minder populair onder kinderen. Ja, je merkt gewoon vroeger, 20 jaar geleden en langer, dan als er een groep kinderen was die niks te doen hadden, dan hadden ze een top 5 van leuke dingen of dingen te doen. En er zat altijd het zwembad ook bij als alternatief. En ik denk dat de laatste 10 jaar uit die top 5 is gevallen. De keuze van kinderen om een zwembad op te zoeken, dat is, er wordt zoveel aangeboden dat kinderen vaak niet eens aan een zwembad denken. In de basis is het natuurlijk wel zo. Je brengt een kind op de wereld en die moet je voor alles veiligstellen en beschermen. Dus een van de dingen die daarbij horen is natuurlijk dat je kind een zwemdiploma haalt. En wat dan vaak weer vergeten wordt is dat kinderen ook het moeten bijhouden. Dus als je eenmaal je zwemdiploma hebt, ja, zul je ook toch wel regelmatig het zwembad moeten opzoeken. Om ervoor te zorgen dat die kwaliteit waar we het allemaal over hebben, dat die dan behouden blijft. Ik denk dat over het algemeen, sprekende voor Hilversum, mensen er wel van bewust zijn dat kinderen een zwemdiploma moeten halen. Bij ons kiezen de meeste ouders ervoor om na het A-diploma en of nog het B-diploma te gaan halen. Dan denk ik dat we toch wel naar de 60-70% gaan. Alleen je ziet dat vervolgens voor het C-diploma er een heleboel afhaken. Dus als je dan gaat praten over zwemkwaliteit, ja, dan zou je van kunnen zeggen van als je C niet hebt, dat ze misschien technisch net wat minder zwemmen als ze alleen A hebben of alleen AB. De gemeente heeft een speciaal zwemvangnet opgericht voor groep 7 en 8. Groep 7 en 8 wordt geïnventariseerd in Hilversum hoeveel kinderen daar nog geen diploma hebben, of er genoeg animo voor is. Die kinderen worden aangeschreven op de scholen om vervolgens aan het zwemvangnet geheel kosteloos deel te nemen. Goedemorgen! Goedemorgen, Comenius College. Hartelijk welkom bij Expeditie Comenius. We gaan iets doen. Wat je, als het goed is, een heel fijn gevoel geeft. En waar je, als het echt goed is, zelf heel erg blij van kunt worden. Want hoe fijn is het om iets voor een ander te kunnen doen. Vertegenwoordigers van Wereldouders, Edukans en Why Not. Wat zijn jullie aan het verkopen? Cupcakes. Wat zeg je nou? Cupcakes. Oh, en voor wat? Voor Kika. Hallo, wat zijn jullie aan het verkopen? We hebben een gabbelton en daar kunnen kinderen in gabbelen en dan kunnen ze iets winnen. En wat kost dat? 1 euro. Wat zijn jullie aan het doen? We zijn geld ophalen voor kinderkampen, voor Kika. Voor Kika? Ja. Ja. En? Het gaat al heel goed, bijna iedereen geeft geld. Nou, dat gaat goed, hè? Ja. En wat hoop je binnen te halen? We hopen heel veel binnen te halen. Ja, zoveel mogelijk eigenlijk. Oké, okay. Nou succes. Ik gooi er ook wat in. Vanochtend vroeg is er een vrachtwagen tegen bekende beeld kind op pony aangereden. U ziet het beeld is behoorlijk beschadigd. Inmiddels is het beeld opgehaald voor restauratie. Aankomend weekend heeft u in Hilversum de laatste kans om de World Press Photo tentoonstelling te bezoeken. Er zijn winnende beelden te zien van de jaarlijkse World Press Photo wedstrijd voor fotojournalisten.
We staan hier in een prachtige raadzaal van het raadhuis van Hilversum. Gisteravond was hier een vergadering. Wat was het voor een overleg, burgemeester? Ja, dat is elke maand. Dit is de politieke arena. Hier gebeurt het allemaal. Worden de besluiten genomen die de gemeenteraad neemt. En de wethouders die dat beleid uitvoeren. En de burgemeester moet orde houden in die vergadering. Nou, dat gaat de ene keer makkelijker dan de andere keer. Gisteren waren we tot nu of 12 toch wel weer bezig. Het zijn altijd lange vergaderingen. Maar we hebben wel eigenlijk een historisch besluit genomen. Dat de gemeenteraad in grote meerderheid heeft besloten om een onderzoek te doen. Te laten doen door de provincie. Om te kijken of Bussum naar de Muiden, of die fusie kan worden aangevuld met Hilversum. Dus dat zou kunnen betekenen dat Hilversum uiteindelijk opgaat in een grotere gooigemeente van zo'n 140.000 inwoners. En over een half jaar moet dat onderzoek klaar zijn of dat maakbaar is in deze provincie, in deze regio. En ja, dat is natuurlijk wel bijna wereldnieuws. Er is het besluit genomen dat er dit jaar geen ijsbaan komt en een motie daarin staat het verzoek aan het college om toch te kijken of er iets mogelijk is. Hoe is daarover gesproken? Nou, die hebben we van harte aangenomen als college ook, overgenomen zoals dat dan mooi heet. Want wij vinden ook dat de ijsbaan bij Hilversum hoort. En het was vorig jaar een enorm succes. Met 18.000 mensen zijn daar naartoe gekomen. Hier vlakbij, bij het Dudokpark. Maar we hebben denk ik vorig jaar toch wel de fout gemaakt dat we de buurt te weinig hebben geïnformeerd. Vooraf en tijdens. Veel geluidsoverlast. Dus de buurt heeft ons dringend verzocht om dat niet meer te doen. Het is ook geen evenemententerrein hier. Dus we gaan nu kijken naar een nieuwe plaats. Dat is misschien bij Gooiland lang gewenst. Maar ja, het is vaak een financiële kwestie. Vinden we een ondernemer die daar risico voor wil dragen? Dus ik denk dat de uitkomst nog wel eens kan zijn dat de gemeenteraad nog wat geld moet betalen. Of dat het anders toch pas volgend jaar weer doorgaat. Naast de raadsvergadering heeft u natuurlijk nog meer in uw agenda staan. Nou ja, morgen is heel interessant. Dan komt de commissaris van de Koning, Johan Remkes, op bezoek. Op zijn verzoek. Die wil weer eens nader kennis maken met Hilversum. Maar dan misschien wel meer het moderne Hilversum. Dus we gaan hem langs een aantal creatieve industriebedrijven voeren. Speelgames aan de Mussestraat. Media Monks, een prachtig bedrijf in het centrum, hartje van Hilversum. En ja, dat is eigenlijk het Hilversum wat mensen minder kennen. Hilversum wordt altijd met omroepen geafficheerd. Maar dit zijn gewoon wat kleinere spelers. Maar wel heel belangrijk voor de toekomst van Hilversum. Gaming industrie, creatieve industrie. En daar verheugen we ons zeer op. Hoog bezoek in Mediastad Hilversum. De commissaris van de Koning, Johan Remkes, was vrijdagochtend 20 september voor een kort werkbezoek in onze stad. Doel: kennismaken en informatie vergaren bij toonaangevende Hilversumse mediabedrijven. Zoals Speelgames, werkzaam in de gamemarkt. En Media Monks, een interactief marketingbureau. Daarna was het tijd voor de lunch. Deze werd gehouden in het voormalig belastingkantoor, tegenwoordig een broedplaats van creatieve bedrijfjes, kunstenaars en ZZP'ers. Tijdens de lunch was er een rondetafelgesprek met een aantal nieuwe Hilversumse mediabedrijven, onder voorzitterschap van burgemeester Broertjes. Dat is ook absoluut geen ramp. Wat vond de commissaris ervan? Dat is een bevestiging van een geweldige stad. Waar geweldig veel goede dingen gebeuren en waar geweldig creatief en vernieuwend ondernomen wordt. En ik vond het prima om vanmorgen die kant van Hilversum te zien. Iedereen was het erover eens. Hilversum is een stad met veel creatieve potentie in een inspirerende omgeving. En juist ook de grote verscheidenheid aan bedrijven met elk een eigen specialisme is een belangrijke kracht van Hilversum als mediastad. Een van de deelnemers, Cas Adriani van Pluxbox. We zijn hier echt begonnen omdat hier wel de media zat. En dat heeft ook ons al de vruchten afgeworpen. Omdat je heel snel nieuwe contacten maakt, nieuwe klanten krijgt op die manier. Omdat het toch een mooie wereld is. Ben je er beter van geworden nu je dit hebt meegemaakt? Nou, dat weet ik nog niet zozeer. Ik vond het wel leuk om te horen, alle reacties en inderdaad wat de gedachte ervan is. Maar of ik er persoonlijk of ons bedrijf daar nou meteen baat bij heeft, dat durf ik nog niet te zeggen. Genoeg reden voor de commissaris om nog een keer terug te komen. Er is nog zeker wel wat te doen.